Philips geeft dit jaar hun boot tijdens de Pride in Amsterdam weg aan de organisatie Pride & Sports. En heeft ons daarvoor gevraagd om kleding te ontwerpen voor degene die op de boot aanwezig zullen zijn. Dus er komen er 11 outfits waarbij ieder dus een volledige kleur van de Pride-vlag heeft. En dat staat dan echt heel erg voor de Power Ranger, omdat wij geloven dat deze sporters de nieuwe helden zijn. Wat mijn homoseksualiteit heeft betekend binnen de sportwereld is dat ik vooral in mijn eigen hoofd bezig was met het dilemma, doe ik ertoe? En daar maakte ik me heel erg gek mee en onzeker. Terwijl dat eigenlijk gewoon helemaal niet nodig was, want ik had een super fijn team die gewoon heel aardig was tegen mij. Ze waren heel inclusief. Met mijn sport ben ik echt totaal niet bezig eigenlijk met mijn genderidentiteit. Want je moet geen seconde twijfelen bij het karten. Door mijn transitie heb ik gewoon zoveel meer zelfvertrouwen in mezelf gekregen. Waardoor ik gewoon echt volledig mezelf ben. Van heel erg in mezelf en timide zijn, tot eigenlijk gewoon een open en zelfverzekerde jongen die ik nu ben. In de sportwereld wil je ook natuurlijk gewoon gezien worden voor je talenten en hoe goed je ergens in bent. Dus dat maakt het dus ook super belangrijk om te zien dat je niet de enige bent met een andere geaardheid dan de heteronorm. Being transgender and non-binary gives me a really unique view of the world. But for me, being on my bike is freedom and sport to me is freedom in my gender. And there should be more places where I'm allowed to feel like that. In sport and in life. Het is zo verweven met mijn identiteit, het windsurfen. Alles draait om het windsurfen. Dat ik eindelijk een plek kon vinden waar ik mezelf kon zijn, ongeacht wat anderen ervan vonden. En daarvoor had ik wel de sport nodig. Sinds ik meer actief ben in de wereld van LHBTIQA+, ben ik me nog meer bewust geworden van het homofobe in de professionele voetbalwereld. Als lesbische vrouw kan ik me echt maateloos irriteren aan die homofobe spreekoren. En dan denk ik soms van, ja, wil ik nog wel naar die club toe gaan. Boxing gave me more peace of mind and the strength that I need to be able to continue being this strong, young, black, trans man navigating life. I'm clearer in who I am and I know who I am. And understanding who I am and understanding my truth gave me the push that I needed to be in a space and to be comfortable taking up space and be comfortable not claiming space. Eigenlijk is alles nog steeds ingedeeld met man en vrouw, maar er is veel meer dan dat. Op meerdere manieren moet je dan voor jezelf vechten en daardoor kan het best wel een drempel zijn en ook wel beangstigend. At the same time, differences and diversity is not that much valued. And I think just by us being visible, we change the norm.